Zo grappig. Mijn nieuwe nagelsalon heeft een nieuwe locatie. Het is zondagochtend. Ik zit in de auto. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Tijd niet gereden. En autorijden deed nogal pijn momenteel. Maar ik heb een afspraak voor mijn nagels. Dat was eigenlijk eerder. Maar toen was Sarah ziek. Ik liep niet goed. Dus dat ging niet door. We hebben verzet. Nu op zondagochtend. En ik heb niet heel goed geslapen vannacht. Weer. Dus... Ik moet echt nog even goed wakker worden. Wel goed genoeg wakker om uit te kunnen rijden. Grappig, er rijdt ook echt niemand op straat. Want iedereen heeft zoiets. Het is zondagochtend. Zo grappig. Mijn nieuwe nagelsalon heeft een nieuwe locatie. En dat is hier ergens. Maar hier is de gevangenis. Dus dat had ze al verteld. We kunnen hier als het goed is de gevangenis in kijken. En vanaf hier zie je dat niet. Ik ben eigenlijk nog nooit zo dichtbij een gevangenis geweest. Ik heb er nooit wat te zoeken. Oh, mijn navigatie zei dat ik daar moet zijn, maar het is toch nog een stukje lopen. Maar als het goed is, heb ik het wel gevonden. Kijk hoe leuk de nieuwe salon eruit ziet. Echt wel heel gezellig. En hier gaan we weer wat van dit maken. Deze is er gewoon helemaal af en ik mis ook echt allemaal van die stukjes. Ze zijn sowieso echt heel kort. Thuis en ik heb een heel leuk cadeautje gekregen, dus ik ga even kijken wat erin zit. En de herrie is de waterkoker. Ik zit weer met mijn been omhoog, want ik voel het
flink dat ik dit heb gedaan. Ik wil niet heel goed dicht. Heel goed dichtgemaakt. Sowieso lekkere chocolaatjes, waar ik al te veel van eet momenteel, maar wel weer lekker. En... oh, dit is echt wel heel grappig. Huidsokken, en die draag ik momenteel heel veel, omdat gewone sokken gewoon echt pijn doen. Zowel of lage sokjes of deze, dus dit had niet beter gekund. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Ze zijn heel zacht. Dit kan ik dus nu wel op mijn voet, zonder dat het afknelt. Ja, happy. Sarah ligt nog steeds een beetje hangerig te zijn. Dus ik ben er nu maar aan het opvoeden en Michael Jackson liedjes aan het luisteren. Die moest ze toch nog afluisteren. En een beetje algemene kennis. Kan geen kwaad. Hè? Leer je wat meer over de liedjes van Michael Jackson. En het is nog goede muziek ook. Ik zit maar aan mijn oorbel vandaag. Ik weet niet waarom. Er is niks mee, maar ik kan hem niet meer rust laten. Hi, kom je even voorbij gaan lopen? Nou, het wordt echt steeds leuker hier. Marco voelt zich ook al niet lekker. Dus die liggen samen in bed. En we gaan zo eten, dan komen ze er wel uit. Maar voor nu heel gezellig. En ik ben wel uit de running, maar ik voel me niet ziek. Ik heb energie en alles. Alleen, ik kan er heel weinig mee. Dus gezellige boeien, echt. Oké, Vaat was er net aangezet. Ik heb echt net heel erg lang met een verdrietig kindje geweest. Geen koorts, maar ze voelt zich nog steeds niet lekker. Het is ondertussen echt al 1 uur, dus ik ga mijn bed snel in. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.